ecologische isolatiematerialen zijn alleen maar voor geitenwolle sokken. Als ik al moet isoleren, geef mij dan maar mineralenwol en pir. Elk isolatiemateriaal heeft zijn specifieke eigenschappen, waardoor hij in bepaalde situaties beter of minder geschikt is dan andere materialen. In deze video ga ik uitzoeken wat de eigenschappen van vlasisolatie zijn, wat het unieke selling point ervan is en welke milieu- en gezondheidsaspecten eraan verbonden zijn. Blijf vooral kijken tot het einde, want daar zal ik bespreken of je geitenwolle sokken moet aanschaffen of dat je beter glaswol kunt gebruiken. Vlasisolatie wordt voornamelijk vervaardigd uit resten en vezels die overblijven na de productie van linnen. Deze vezels komen van de vlasplant, die al duizenden jaren wordt geteeld, voornamelijk voor de productie van linnen. Het vlas dat wordt gebruikt voor isolatie in Nederland komt uit Europa, vooral uit Zuidwest-Nederland, België en Frankrijk. Om de stabiliteit van de isolatie te verbeteren worden naast de vlasvezels ook vaak synthetische vezels toegevoegd. Sommige leveranciers gebruiken polyestervezels, terwijl anderen kiezen voor een biologisch afbreekbaar polymelkzuur, ook PLA genoemd. Daarnaast worden vlamvertragende middelen toegevoegd om de brandklasse te verbeteren. Beide toevoegingen samen vormen ongeveer 15 tot 20% van het materiaal. Sommige leveranciers nemen oude en schone vlasisolatie terug. Dus vlasisolatie is in principe wel recyclebaar, maar de isolatie moet hiervoor zonder verontreinigingen en beschadigingen zijn en daarom ook goed gedemonteerd kunnen worden. Momenteel gebeurt dit eigenlijk nog niet of alleen in uitzonderlijke gevallen. Hoewel vlasisolatie in principe wel composteerbaar is, is dit niet altijd mogelijk vanwege de toegevoegde synthetische vezels en de vlamvertragende middelen. In de praktijk is compostering dus beperkt tot gevallen zonder deze toevoegingen. Omdat dergelijke producten weinig of niet gemaakt worden, blijft verbranding de meest voorkomende optie. Vlasisolatie is een gezonde keuze voor bouwproducten omdat het geen emissies van vluchtige organische stoffen en formaldehyde heeft. Het enige aandachtspunt hierbij zijn de vlamvertragende middelen. Sommige producenten gebruiken boorzuurproducten die als reprotoxisch worden beschouwd. Dat betekent dat ze de vruchtbaarheid en het ongeboren kind kunnen schaden. Tijdens het gebruik, dus als ze ingebouwd zijn in de woning, zijn er echter geen gezondheidsrisico's, omdat de boorzuur niet afgegeven wordt aan de lucht. Sommige leveranciers gebruiken in plaats daarvan ammoniumzouten. En hoewel deze minder schadelijk lijken te zijn, zijn de gezondheidseffecten nog niet volledig onderzocht. En daarom is het ook aan te raden om de concentratie van deze stoffen in de woning zo laag mogelijk te houden. Het Nederlands Instituut voor Bouwecologie en Ecologie, kort NIBE genoemd, gebruikt milieuclassificaties om de milieubelasting van bouwproducten te beoordelen en te vergelijken. Onderzoekers maken gebruik van een levenscyclusanalyse om de impact van materialen en producten gedurende hun hele levenscyclus te analyseren. Hierbij wordt niet alleen de productiefase, maar ook transportstromen en de effecten van sloop en eventueel hergebruik meegenomen. De milieuclasseindeling van NIBE loopt van 1 tot en met 7. Daarbij hanteren ze de volgende indeling. Als we naar deze lijst kijken, dan zien we eigenlijk dat 1 tot en met 3 redelijk goed zijn. Vanaf 4 ga je al een beetje dat je zegt, nou het kan nog wel, maar eigenlijk zou je wel iets anders willen. En vanaf 5, 6, 7 ga je dan de kant op dat je zegt, nou dat is niet meer aan te raden om dat te doen. Als we nou naar vlasisolatie kijken, dan wordt in bijna alle productgroepen vlas in de categorie 1A ingedeeld. En dat betekent de beste keuze voor deze materialen. De isolerende werking van vlas is redelijk vergelijkbaar met die van glaswol of steenwol, de traditionele isolatiematerialen. En we kunnen dat zien aan de lambda-waarde. Hoe lager deze waarde is, hoe beter dat materiaal isoleert. En vlasisolatie heeft een lambda-waarde van tussen 0,038 en 0,04. Dat is een beetje een abstract getal, dus als we daar nou een gevoel willen krijgen van hoe goed isoleert dat materiaal eigenlijk, dan kunnen we zeggen voor een RD-waarde van 3,5, dan moeten wij met vlasisolatie 14 centimeter isolatie aanbrengen. Dan krijgen we de massa, dat varieert een beetje afhankelijk van de persing en van dat soort dingen, tussen de 30 en 60 kilogram per kubieke meter.
En dat resulteert natuurlijk ook in een bepaalde warmteopslagcapaciteit. Want we kunnen zeggen, hoe meer massa een materiaal heeft, hoe meer warmte er ook in kan worden opgeslagen. En dat is met name belangrijk voor de zogenaamde faseverschuiving. Faseverschuiving betekent eigenlijk, hoe lang duurt het nou in de zomer voordat de stralingswarmte van de zon daar doorheen komt, door de isolatie. En als we zeggen, we hebben een faseverschuiving bijvoorbeeld van 1 uur, wat ongeveer glaswolisolatie zou zijn, dan betekent dat dat als de zon buiten op het dak gaat schijnen en de dakpannen zijn heet, dan duurt het 1 uur voordat de warmte binnen is in de kamer. En als we nou kijken welke faseverschuiving heeft vlasisolatie, dan zien wij dat de faseverschuiving met 3,6 uur veel beter is dan die van glaswol. Alleen de algemene stelling dat vlaswol beter is dan alle minerale wolproducten is ook weer niet juist. Want, zoals ik eerder al zei, het is afhankelijk van de massa van dat product. En als we nou kijken, steenwol bijvoorbeeld in een harde persing heeft een faseverschuiving van 4 uur. En dat is vergelijkbaar met wat we bij vlaswol hebben. Dan de vochteigenschappen van vlasisolatie. Om te beginnen is vlasisolatie helemaal dampopen. Als de constructie buiten ook dampopen is, hebben we ook aan de binnenkant geen dampremmende laag nodig. Dus dat principe hierachter, dat heb ik ook al in een eerdere video uitgelegd. Ik zal jullie hierboven de link daarvoor geven. Verder kan vlasisolatie luchtvochtigheid goed opnemen en het vocht in de vezels bufferen. De getallen variëren tussen de 10 en 35% van de massa van de isolatie. Dan komen we bij de brandwerende eigenschappen van vlasisolatie. En daarbij wordt die ingedeeld in brandklasse C. Als we even naar de brandklasseindeling in bouwbesluit gaan kijken, dan worden die aangeduid met de volgende klassificeringen. Vlasisolatie, hij zit dus in brandklasse C en is brandbaar. In de praktijk is dat zo dat door die vlamvertragende middelen het vuur wel de vlasvezel gaat versmeulen, alleen doven de vlammen ook heel snel weer uit. Wat we ook moeten bedenken is dat de brandwerendheid van een constructie altijd voor het hele pakket bepaald wordt. De eigenschappen van één enkel materiaal zijn daardoor iets minder belangrijk. Afsluitend nu de grote vraag, is vlasisolatie alleen iets voor geitenwolle sokken? Mijn antwoord is heel hard nee. Je zou kunnen zeggen, vlasisolatie is de betere glaswol. Het isoleert bijna net zo goed als glaswol, maar biedt extra voordelen zoals een hogere faseverschuiving in de zomer. Er is geen huidirritatie bij het aanbrengen van de isolatie en hij heeft uitstekende geluidsdempende eigenschappen. En bij al deze voordelen heeft vlasisolatie ook nog een veel gunstigere milieuclassificatie. Wat de kosten betreft is vlasisolatie wel een stuk duurder dan glaswol. Op het moment van filmen van deze video waren isolatieplaten met een RD-waarde van 3,6 verkrijgbaar voor ongeveer 25 tot 30 euro per vierkante meter. Glaswolisolatie zit momenteel tussen de 10 en 15 euro per vierkante meter. Wel is het zo dat de meerkosten iets verminderd worden doordat je momenteel extra subsidie kunt krijgen via de ISDE-regeling als je natuurlijke isolatiematerialen gebruikt. Waaronder dus ook vlasisolatie. Je kan vlasisolatie in veel verschillende vormen kopen. De meest bekende producten zijn isolatieplaten. Dat zijn flexibele platen die een beetje een vezelachtige structuur hebben en goed ingedrukt kunnen worden. Verder hebben we filt voor geluidsisolatie in vloeren. Er zijn prefab elementen specifiek voor dakisolatie. Daarbij zit aan de isolatie vast een harde afwerkplaat aan de binnenkant. En we hebben ook prefab elementen om het dak van buitenaf te kunnen isoleren. Er zijn ook nog een paar aandachtspunten bij het verwerken van vlasisolatie. Om te beginnen is vlasisolatie niet voor 100% uit natuurlijke materialen gemaakt. 15 tot 20% bestaat uit kunststofvezels en brandvertragende middelen zoals boorzuur of ammoniumzouten. Dus als je op zoek gaat naar de meest natuurlijke materialen, dan kom je misschien uit op andere materialen zoals hennepvezels. Door de lagere lambda-waarde van het materiaal is iets meer dikte nodig om dezelfde isolatiewaarde te bereiken, met name als je het vergelijkt met peerplaten.
Een aandachtspunt voor het aanbrengen van vlasisolatie is dat het cruciaal is om de isolatie droog te houden tijdens de bouw. Omdat het water in de vezels lang wordt vastgehouden, duurt het dus ook lang voordat het vocht weer uit kan drogen. En het gebruik van natte of vochtige isolatie kan na oplevering grote problemen veroorzaken. Zeker als je met folies gaat werken, dus als de constructie niet helemaal dampopen is. Ook hierover heb ik een video gemaakt. Ik zal hierboven de link daarnaartoe geven. Een ander aandachtspunt bij de vochthuishouding van vlasisolatie is dat deze isolatie niet capillair werkzaam is. Dus vlasisolatie is niet geschikt voor het maken van een dampopen binnengevelisolatie. Hiervoor hebben we andere isolatieproducten nodig, zoals bijvoorbeeld houtvezelisolatie of mineralen isolatieplaten. Vaak wordt verwezen op de vochtbufferende eigenschappen van vlasisolatie. Naar mijn mening is dat wat minder relevant. Waarom dat zo is, leg ik je uit in deze video. Maar wat moet je dan wel doen met een ongunstige situatie, bijvoorbeeld met een dampdichte laag aan de buitenkant? In deze video kun je zien hoe je de constructie optimaal kunt beschermen tegen mogelijke vochtproblemen.